Nederland mag dan heel trots zijn op zijn langlopende soldaat van Oranje, maar Vlaanderen heeft inmiddels zijn eigen soldaat, 4045. Nu al verlengd tot november eind dit jaar. Vandaag vieren wij de alternate première van een vriend van ons. Hij speelde Geronimo Stilton jaren geleden, maar we zijn hem niet vergeten, James Cook. Wie vertelt ons goed in de Loppenstad? Wie voorspelt ons goed of slecht? We zijn recent, dat zien we overal. Zoveel vragen, maar niemand iets zegt. De Duitse bommen vliegen nog altijd rond onze kop. Alsof ze toch nog alles kapot willen krijgen. Terwijl er al zoveel kapot is. In Nederland zijn we het gewend dat musicals lang lopen, een jaar, twee jaar. Ja, Soldaat van Oranje, dat verhaal kent iedereen. Dat is heel erg lang. Ja. Maar naar Vlaamse normen is dit ongezien. Hè. Dit is ongezien. De hoeveelheid mensen die wij hier dagelijks over de vloer krijgen, wetende dat wij nu al een heel jaar verder gaan doorspelen, dat is uniek. En als je dan in zo'n productie een rol als die van mij mag spelen, dan kun je alleen maar, zoals wij zeggen in Vlaanderen, uw polletjes kussen. Waarom denk je dat het met dit stuk wel gelukt is om heel lang te spelen? Ik denk omdat hier alles goed zit. Ik denk dat het altijd een zoektocht is, of in welke kunstvorm ook, dat het altijd een zoektocht is naar balans. En ik denk dat wat je hier te zien krijgt, dat je dat nergens anders kan zien, letterlijk. Ik bedoel, je kan dat nergens in de wereld zien, je moet naar Puurs komen. Maar dat niet alleen al heel de machinerie, maar ook de manier dat we het proberen te spelen en het verhaal en de muziek, dat het iets is dat mensen willen gezien hebben en sterker nog, zelfs twee of drie of vier keer willen gezien hebben. Ja. Omdat ze natuurlijk mij ook vier keer willen gezien hebben in de rol. Uiteraard. Dat is een grapje. Grapje. Vandaag een speciale dag, de première van James Cook. Ja. Hoe vind je dat? Ja, dat is voor mij heel fijn, en omdat heel het verhaal terug veel adem krijgt. Ik heb het 105 keer samen met Jonas gespeeld. En nu komt James meedoen. We hebben hard gerepeteerd, hard gewerkt om elkaar goed te vinden. Ik denk dat dat ook gelukt is. Dat laat ik natuurlijk aan het publiek, maar ik denk wel dat dat gelukt is. Ik betrap me erop dat ik terug veel alerter in heel dat verhaal sta. Je moet terug heel goed luisteren, heel goed kijken. Omdat na 100 voorstellingen komt er wel een soort van routine. Dat kan je niet tegenhouden. Een goede routine, dat moet ik erbij zeggen. Maar die komt er wel. Je kent het zo goed. En plots alles weer nieuw en alles weer fris. En dat geeft mij ook een nieuw elan. Dus, en James speelt het heel schoon. Heel geëngageerd en heel ruw, rauw. Waar ik wel van hou. Ik voelde me wel goed. Vanmorgen opgestaan met het gevoel van come on. En ik heb dat niet losgelaten. En heel veel hulp van mijn mede-acteurs en collega's. Dan maakt het altijd dubbel zo prettig. Ja. Ben je later betrokken geraakt in dit proces? Tuurlijk, ja. Ik ben nog maar een maandje geleden betrokken geraakt in dit proces. Dus zij hadden het al helemaal gevormd en gecreëerd. Dus ik dacht van shit, dit wordt hier een moeilijke om daar zo in één keer bij te komen. Maar dat is allesbehalve zo geweest. Ja. Zij hebben mij onmiddellijk omarmd, onmiddellijk meegeholpen. En we zijn echt met z'n allen dit avontuur tegemoet gegaan. Wat een fantastisch werd, voordat ik echt iedereen keihard wil bedanken ook. Je was natuurlijk al betrokken bij 1418. Raak je hier gewend aan zo'n spektakelstuk spelen? Ik denk, welke acteur dan ook die zegt dat ze hieraan gewend raken, dan weet ik niet op welke aardbol dat hij heeft geleefd. Maar dit gegeven is never seen, niet in de wereld. Dus ik denk dat niemand hier kan binnenkomen en zeggen van, oh ja, been there, done that, dat bestaat niet, nee. En dat beseft je ook als je komt kijken. Ik heb hier zelf al heel vaak gezeten, ook om te leren.
En te studeren. En dan zit ik daar en dan denk ik, what the fuck is this? Dus ik denk niet enkel voor de acteurs, maar ook voor, zeker voor het publiek, is het gewoon een avontuur dat je niet snel zult vergeten. Extra complicatie heb ik gemerkt. Wij moeten nu met koptelefoons luisteren. Ja. Ik heb stiekem bij spektakelscènes de koptelefoon afgedaan. Ja. Jullie spelen in het niets eigenlijk. Dit is nu de mode, wordt het dan ja, dat we hebben geen feedback. Ja, inderdaad. Maar ja, bon, wij spelen met heel veel, want we hebben ook allemaal in-ears in natuurlijk. Okay. Hè? Dus wij hebben allemaal oortjes, wij horen de muziek heel goed, wij horen elkaar heel goed. Dat maakt dat je in sommige scènes ook heel intiem kunt houden. Wat soms ook kan met deze tribunes, want dan gaan de tribunes mooi rond jullie staan, rond ons staan. Ja. En dat, ja, dat maakt dat het nog dat tikkeltje extra geeft en krijgt. En ik vind dat fantastisch, er is over alles nagedacht. Ja. Waar je ook zit met de tribune, of dat je nu naar daar rijdt of naar daar rijdt. Je mag zelf tot buiten rijden, tot in Schelle rijden. Je zult nog altijd horen wat er hier in deze zaal gebeurt. Ten slotte, over 2 maanden zien we Iedereen Beroemd. Ja. Dan horen we jouw muziek. Dan hoor je, ja. Dat is... Wat ga je ons beloven? Ten slotte. Wel, voor mensen die van André Hazes houden. Ik kan zeggen dat mijn muziek voor Iedereen Beroemd neigt naar die... smartlap levensliedachtige dingen. Dat is omdat ik toen ik de film bekeek waarover de musical gaat. Een Oscar genomineerde film. Een Oscar genomineerde film, moest ik altijd denken aan zo, ja, Vlaamse showbiz, tenten, foute podia, net iets te weinig licht, slechte. En dan moet ik denken aan een soort, ja, dat is voor mij cultmuziek. André Hazes, Guido Belcanto, Paul Severs. Die mannen die zitten in mijn oor terwijl ik aan het schrijven was. Hmm. Dus dat zal je krijgen. En ik denk dat mensen een hele fijne avond gaan hebben. Tussen de vorige keer dat we elkaar uitgebreid spraken en nu, ben je inmiddels een Vlaamse tv-persoonlijkheid geworden. Ja, heb je gevolgd? Nee, af en toe komt wat. Heb je niet meer gezien tot 4 jaar geleden. Maar heb je nog wel tijd om aan je musical bestaan te werken? Maar ik ben met veel zaken bezig en ik denk dat je gewoon moet proberen als artiest of als maker of als producent of wat dan ook, wat je ook allemaal doet, dat je een mooi time management bijhoudt. En dat doe ik wel. Ik weet wanneer ik televisie mag maken, ik weet wanneer ik zelf theater mag maken en ik weet wanneer ik zelf op theater mag staan. En laat ons nu vooral genieten van de tijd dat ik op theater mag staan. Ja, nou, fijne periode. Dank tot en met november. Ja. En ik denk nog veel langer. Ik denk dat dat nog heel lang gaat duren. Ja. Nou, tot gauw weer, James. Ciao. Bedankt om te komen.